Van de vereniging van Cercle Brugge gaan we naar Club Brugge. Blauw-zwart is aan de beurt zometeen, Thijs. En Quentin mag het opnemen tegen Didista van Sporting Charleroi. Ja, dat is een clash van twee jongens die in de top 8 staan. Dat is nummer 5 tegen nummer 6, als ik me niet vergis. En ze zijn daar vorige week zich gaan nestelen. Want Club Brugge zuinig gewonnen van BMB Cali, die goed voor de dag kwam. Maar vooral, ja, Didista die won de Battle of the Sportings tegen Zac Bentato. En dat was toch een belangrijke driepunter. Absoluut, ga je even corrigeren, want ondertussen is Genk natuurlijk voorbij de twee gegaan met de huidige resultaten, maar bij aanvang waren ze 5 en 6. Momenteel zijn ze 6 en 7. Ze hebben allebei 16 punten en dat zien we dus hier nu, de bevestiging met het klassement tot nu toe. Ja, we zeiden daarnet onderling tegen elkaar, Zac Bentato heeft een hele slechte zaak gedaan door te gelijk te spelen tegen Nico vandaag van Cercle Brugge. Maar hij heeft wel geluk dat de nummers 5, 6, 7 en 8 tegen elkaar uitkomen vandaag. Antwerp tegen Standaard en dus nu eerst Club Brugge tegen Charleroi. In principe zal het verschil dus niet te groot worden voilà. Met die top 8. Enkel Ionel kan nog een klein beetje aansluiten bij Zac Bentato met 15 punten dan. Maar inderdaad, er is niet al te veel verloren vandaag met dat gelijke spel tegen Nico. Maar wel langs de andere kant, Club Brugge en Charleroi kunnen allebei een geweldige zaak doen. Ja, ja, zeker. Mits winst om op die derde plek eigenlijk voor eventjes dan te komen. Want Mansen, ja, die gaat het vandaag ook niet al te gemakkelijk hebben. Die moet straks nog aan de bak tegen Ionel. Tegen dus die Ionel, derde plek ligt wel voor het grijpen nu. Ja, inderdaad. En dus nu eerst Didista tegen Quentin. Ja, hoe waren de resultaten op de vorige speeldag? Ja, Quentin dus zuinig gewonnen tegen BMB Kylie. Niet echt indrukwekkend. Ik had het gevoel dat hij een beetje te afwachtend speelde en niet goed wist hoe hij zijn wedstrijd ging aanpakken. En Didista heeft een hele wedstrijd lang R1 driehoekje liggen spannen van de zijkant vanuit het midden. En die bal is 2 keer goed gevallen. Zac Bentato kon er dan net niet bij zijn verdediger. En dan weten we dat die Nicholson van voor alles binnentrapt. En zo is Didista een beetje met een klein gelukje met de 3 punten gaan lopen tegen Zac Bentato. En ze komen vandaag allebei in de 4-2-3-1 tegen elkaar. Quentin durft wel eens switchen. Maar ik heb gezien dat hij 2 nieuwe jongens laat debuteren, Quentin. De 2 jongens die op het laatst nog in de wintermercato werden gehaald. Dirar staat op de rechterflankpositie en Chong op de linkerkant. Aha, dat wordt interessant om te zien. Chong gaan we goed herkennen in dit spel met zijn wilde haarbos. Leek een beetje op die van mij vorige week nog, maar mijn lieftallige vriendin heeft dat een beetje opgelost. Helemaal coronaproof dus. Ja. Goed, de aftrap van Didista, dan is het altijd wel een beetje uitkijken wat er gaat gebeuren. Val, pompt hem naar voren, daar is Nicholson en Matta en Quentin, die zijn erop voorbereid. Hier de eerste baltoetsen van Dirar in de Proximus E-Pro League. Heeft Van der Bremt achter hem staan, dus Sanja, de andere belofte uit de kern van Club Brugge is het kind van de rekening. Hier meteen een hele goede bal op de krullenbol van Chong. En die staat blijkbaar buitenspel. Ja, klopt. Eerste goede bal wel op die flank. En het wordt vandaag een beetje kijken wie het meeste geluk heeft. Zoals we in de vorige wedstrijd op het einde al zeiden. Langs wiens kant valt het dubbeltje vandaag. Absoluut. Maar Quentin is een meester in het verdedigen. Als hij de paaslijnen naar bijvoorbeeld de Nicholson eruit kan halen. Ja, dan dicht ik hem echt wel nog een mogelijke driepunter toe, hoor. Dost nu. Dit is opnieuw buitenspel of niet? Ja. Inderdaad, van Dirar. Tweede keer buitenspel voor Quentin en Club Brugge na amper 6 minuten spelen. Dus dat is iets waar hij voor gaat moeten opletten. Diandi dan maar voor Didista. Dat is wel een goede bal. Ja, die flank zoekt hij graag op. En Golizadeh, een van zijn favorieten ook in het aanvalspel. Zeker weten, samen met Nicholson. De 2 chouchous van de Carolo's bij Didista. Wachten nu maar en kijken. Een Kuba. Dat is goed. Goed, Nicholson scoren. 1-0. Ja, daar heb je het dus. Hè. De paaslijn niet kunnen onderbreken. Nicholson wordt gevonden. Oh, het is buitenspel. Oef, het is buitenspel. Komt Quentin goed weg. Maar eerste kans, eerste doelpunt eigenlijk. Niets gezegd. Nee, maar opnieuw. Ja, goed opzetten van Didista. 1 keer dat gaatje gelaten door Quentin. Dan is hij gevaarlijk meteen. Absoluut. Maar laat het een waarschuwing zijn. Ja. En onze voorspelling die eigenlijk uitkwam. Als Nicholson wordt gevonden door Didista, dan mogen de alarmbel of de alarmklokken afgaan bij Quentin. Bruno nu. Daar is de lopende Nicholson. Meegeven. Daar moet hij niet staan. Hij moet in die 16 Nicholson kunnen aanspelen. Ja, klopt. Daar moet hij oorlog maken. Hij is nu wel hier terug aan de bal. En Mamadou Fall, die dan probeert te passen met een gelukje tot bij Nicholson.
En dan kan hij tot een paar keer toe niet dat paasje erdoor geven. Slecht uitverdedigen nu wel van Quentin. Een beetje onder druk. Hier is Nicholson. Nicholson nog steeds. Geen buitenspel. En dus mag Bruno doorgaan. Bruno. En dan het blok van Quentin. Hier is Bruno. Plots heel veel ruimte om te trappen en te scoren. Ja, trappen en scoren. Die staat was uitstel van executie. De 1-0. Want nu blijft hij wel op het scorebord staan. Goed gedaan hoor. Al 10, 15 minuten aan het drukken. En eigenlijk altijd aan het doen alsof hij wil wegdraaien. En dan deze keer, omdat Quentin daar wel goed op kon verdedigen. Deze keer met die fake shot hier zich vrijgespeeld. En dan een klein beetje geluk dat de autoblok van FIFA zijn werk niet doet. En dat Mignolet niet zoals vorige week tegen, wie was het, tegen BNB Kylie niet geen geweldige redding in huis had. Dan toch 1-0 voorsprong. Inderdaad, het is achtervolgen geblazen voor Quentin en voor Club Brugge. Voorlopig is het Didista die naar de driepunter probeert te gaan. In het eigen virtuele stadion. Op Mambour, Van Aken nu. En Lang. Dat is al een tijdje de matchwinnaar voor Club Brugge. En ook Quentin zal een goede Lang kunnen gebruiken. Heeft nog niet echt zijn stempel kunnen drukken in de Proximus E-Pro League. Noah Lang. Hier is Dost. Dat is een ander paar mouwen. Daar hebben andere spelers en ploegen wel de handen mee vol gehad met Bas Dost. En nu, oh, lekkere bal hoor. Hele lekkere bal. Mamadou Fall voor de 2-0. Mamadou Fall, nee, het is Mignolet met een handje. Daar moet hij het beter doen. Maar Classic Didista met die pas. R1 driehoekje gespamd gewoon ervoorbij. Maar dan moet Fall met een balrol toch eigenlijk die verste hoek zoeken. Golizade nu. Bruno. Ja, daar is hij echt wel de master in. Hè? In het R1 driehoekje. Diandi. En Bruno. Achtervolgen geblazen en verdedigen vooral voor Quentin. En dan iets te raar gevoetbald door Didista. Wou Quentin uit zijn kot proberen lokken. Ja, een beetje zoals we Abdullah Vaiz daar net hebben zien scoren. Hè. Wachten tot de verdediger uitstapt, dan happen, de croquetta doen en dan eigenlijk alleen het doel kunnen. Dit is een goede bal opnieuw. Dat is weer zo'n goede bal. De paslijn niet afgesloten naar Golizade. Die gaat naar de achterlijn. Passen naar Nicholson. Opletten geblazen. Het blok van Denswil is goed. Geen sprake van een penalty. Hij krijgt de bal net niet snel genoeg naar beneden. En nu. Van der Bremt met een goede lange bal op die rar. Gaat hij hem binnenhouden? Nee, dat lukt net niet. Nee, Quentin weet eigenlijk niet wat hij moet doen. Er zit weinig idee achter omdat Didissa gewoon goed staat te spelen. Hier had hij meer mee kunnen doen met die bal te onderscheppen. Diandi nu. Ja, Quentin ook een beetje aan het happen de hele tijd. Nu heeft hij er wel de bal door. Maar inderdaad, het is een van de weinige keren dat hij daardoor de bal kan afsnoepen. Van der Bremt. Dat is een goed steekpaasje. Van Aken. Waar zijn de lopende jongens? Hier bij Lang. Maar het werd gelezen door Didista en De Soleil. Voorlopig wordt de gamer van Charleroi niet in verlegenheid gebracht. En doet hij weer zo'n goede bal op de flank. Tot bij Mamadou Fall. En dan probeert hij Sobol aan de praat te houden. Een Kuba. Nicholson. Mooi. Passen of niet? Geluk, Didista. Nee toch? Wat zeg je nu, Thijs? Diandi, Bruno. Ja, goede bal. Ik denk buitenspel van Nicholson. Ja, klopt inderdaad. Maar toch opnieuw aan die deur aan het kloppen. Hè, bij zeker. Doet graag die steekballen, maar moet er natuurlijk wel op proberen toekijken. En dit lijkt nergens op. Dat het geen buitenspel is. En inderdaad, dat was geen goede bal van Quentin. Ja, eerste helft. Om snel te vergeten voor blauw-zwart. Olizade. Tegen Van der Bremt. Een foutje. Dat foutje, dat zijn we echt niet gewoon hoor, van kant. Niet nodig daar. Nu ja, daar mag het foutje wel gemaakt worden. Dat is het probleem nu niet zozeer. Olizade. Kayembe. Nicholson, nee. Het is niet zozeer het passingspel rond het 16 meter gebied dat goed verloopt voor Didista. Het is vooral die splijtende paas vanuit het middenveld dat hij nodig heeft. Ja, daar is hij heel sterk in. En Quentin probeert dat nu ook eigenlijk een beetje het recept van Didista tegen hem te gebruiken.
Maar dat lukt hem niet. Hij probeert ook altijd die bal in de lucht te gooien. En er staan wel een aantal beren van achterbij, Chalderwa. Dus zo ga je die niet openbreken. Even bij het tanken, Quentin. En de pionnetjes weer op orde zetten. Want het was geen sterke eerste helft van hem en van Club Brugge. Het is een logische 1-0 voorsprong voor Sporting Chalderwa. Als je zag dat hij eigenlijk 70% balbezit had in deze eerste helft. Dat zegt genoeg. Maar dat is ook niet normaal de spelstijl van Idissa. Dus dat heeft hij toch een beetje aangepast om Quentin zo weinig mogelijk aan de bal te laten. Quentin die zich probeert opnieuw te concentreren, want hij moet in de tweede helft opnieuw aan de bak. En vooral is een kans ook proberen te creëren. Want momenteel met die drie lange ballen die hij gegeven heeft, is hij hem eigenlijk altijd kwijt. Doet hij het beter in de tweede helft of niet? Heeft nog 45 minuten de tijd om naar een gelijkmaker op zijn minst al te zoeken. Quentin. Voorlopig dus Sporting Chalderwa dat op de derde plaats komt te staan. En daar is Titista weer. Ja, daar is hij weer. Bruno, niet veel aanspeelpunten, dus even draaien en keren. En wachten de tik terug naar een Kuba. En nu, goede loopbeweging van Nicholson. Dit is de 2-0. Wow. Dit is de 2-0 en ik begin er echt voor te vrezen voor Quentin in deze wedstrijd. Dit is gewoon classic de Dista. Dat kleine gaatje zoeken na die splijt en de paas in de diepte. En hier blijft hij goed rustig, draait hij een beetje weg, vindt hij opnieuw Nicholson. En dan aan de eerste paal is het altijd binnen als de Dista trapt. Ik denk 3 kansen gehad, 2 doelpunten gemaakt. Ja, dan is het over en out denk ik voor Quentin, die eigenlijk nog geen fatsoenlijke kans bij elkaar gevoetbald heeft. De man van het seizoen voor Sporting Chalderwa, Nicholson, heeft er 2-0 van gemaakt. En het ziet er voorlopig heel somber uit. Bijna was er het goede paasje tot bij Noah Lang. Dikkan zat er tussen de doelman van Chalderwa. Ja, voorlopig wordt hier toch echt wel de doodsteek toegediend aan Quentin. Maar dan mag Didista zulke fouten niet gaan maken. Nee, Chong nu. Het is nog lang natuurlijk. Maar voorlopig stond het allemaal heel goed in verdedigend opzicht. En kan Quentin weinig doen in aanvallend opzicht. Dus nu Lang. En Dirar, het is de moment voor Van Aken om te scoren. Dat lukt niet. Ja, dat ga je niet afwerken. Kayembe zat daar nog goed in die looplijn. Kon hij niet recht naar doel gaan, liever. Het is ook niet het seizoen van Hans Van Aken in de Proximus e-Pro League. Nee. Dat valt ook wel op. Golizade. En Diandi. Even van flank wisselen tot bij Van Kleemput. En dan weer val wegsturen in het hoekje. Ho, kijk eens aan. Je had daar eigenlijk Bruno moeten wachten van der Bent. Had eigenlijk moeten wachten om en een beetje verder moeten lopen voor die R1 vierkant. En dan is het 1-op-1 met de keeper, is het altijd binnen. Maar opnieuw die paas, hè. Ja, lekker hoor. Dirar nu. 3 mensen van Club Brugge in de box, maar de bal komt er niet. En nu. Zoekt uiteraard Bas Dost, maar de Soleil wint het pleit vandaag hoor. Ja, hoor. Van Bas Dost. Een Kuba. Val met het tikje naar Bruno. Wat je rustig bijhouden. Ja, ook telkens als die paaslijn eigenlijk afgesloten lijkt, ja, wiept hij dat balletje dan in de lucht dat hij toch nog bij zijn aanvaller komt. Ja, en wat Nico te weinig heeft, die risicoballen durven geven, dat heeft Didista te veel. Ja, maar ja, het pays off, hè. Dat is goed. Dost nu, met een gelukje komt de bal bij Chong. Heeft Van Kleemput tegenover zich. Nee. Het lukt niet voor Quentin om erdoor te geraken. Dit doet hij opnieuw goed. Dat balletje rustig bijhouden. En dan daar is hij weer hoor. Daar is hij weer. Het lukt hem continu. Val nu en wordt het 3-0 op deze manier. Jawel. Pure klasse dit. Dit is het dagje wel van Sporting Chalderwa en Didista. En Quentin krijgt een stevige klets rond zijn oren van iemand uit de top 8. Ja, en hier toont Didista ook vooral dat hij geen pure one-trick pony is. Hij steekt die bal opnieuw diep, ja. Maar Quentin zet zich dan eigenlijk klaar voor die 45-pass. Voor die paas die richting de man die inloopt komt. Maar wat doet hij? Ja, hij zoekt opnieuw die korte hoek op en dan is het 3-0. En dit is pijnlijk hoor voor Quentin. Ja, dit is inderdaad een pijnlijke zaak. Kan in het klassement straks voorbijgestoken worden door Shadow van Standaard. En dan begint hij toch stelselmatig plaats na plaats te verliezen, Quentin, de voorbije weken. Ja. Stond op een gegeven moment mooi in de top 3-4 zelfs, denk ik. Mm-hmm. En nu intussen zit de 8e plaats eraan te komen. Klopt, en die Dista op zijn beurt die gaat naar plek 3.
Ja, dat klopt. 19 punten. En staat daarmee achter Zulte Waregem en Sint-Truiden op dit moment. Die straks na deze partij tegen elkaar uitkomen. De clash van de 9e speeldag. Ja, 3 doelpunten gaat hij ook niet meer goed maken, Kant. Hè? Nee. Een eereddertje misschien met Dost. Nee, nee, Descamps. Die stond het niet toe. En daar zijn we weer in het hoekje. Oh, dit is goed hoor. Goed gedaan. Laat Quentin alle hoeken van het veld zien. Niet van de kamer, maar van het veld. Want nu zitten we weer aan die andere kant bij Botaka. Een debuut in mineur voor Dirar en voor Chong. Voor Botaka kan het anders aflopen. Nee, vond Nicholson niet. Dirar dan maar. Af en toe toch een kleine hapering weer in de connectie. Hè? Ja, die ligt bij de dista. Dat weten we. Nicholson. Van der Bremt ertussen. Ja, je ziet ook, de dista blijft die passing proberen. Hè? Gewoon door dat centrum. Ja, ook al lukt het een paar keer niet. Hij weet dat het evenveel keer wel lukt. Ja, zelfs niet. Als het 2 van de 8 keer goed valt, ja, dan heb je 2 doelpunten. Ja. Dan heb je het inderdaad. Vlaggen, zoals we dat zeggen. Dost nu met Chong. Die lijkt precies wat als tweede spits te acteren. Dus Quentin is naar een andere opstelling geswitcht, als je het mij vraagt, Thijs. Ik denk naar de 4-4-2 of de 4-2-2-2. Een echte wissel heeft hij nog niet gedaan, denk ik. Dat heeft Didista wel al gedaan. Verse krachten erin gebracht. Nu ja, is het nog nodig om er verse krachten in te brengen. Dit is prachtig opnieuw. Botaka, doorgaan. Botaka tegen Van der Bremt. Mamadou Fall, maker van het derde doelpunt. Een Kuba. Bruno. Nog eens Bruno. Met de bal aan de voetjes gekleefd. Nicholson. Nicholson, nee, Denswil. Probeert hier een beetje veel, maar ja. Als je het 3-0 mag, voor staat. Het mag bij 3-0. Van Aken. Ja, 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 Hans Van Aken. Ook een virtuele gouden schoen zit er dit jaar niet in. Misschien wel voor Nicholson, want die gaat er 4-0 van maken. Wel, 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 wel. 4 stevige koeken rond de oren van Quentin. Ja, dit is een pandoering en een indrukwekkende overwinning tegen een rechtstreekse concurrent van Didista. Ja, slechte zaak voor Quentin. En Zak Bentato zal het zich beklagen, omdat hij niet heeft weten te winnen. Tegen Nico, want had zelfs dus die 8e plaats van een content kunnen afsnoepen. Nee, nee, het is inspiratieloos vandaag. Het is helemaal over en out. Het wordt een overwinning voor wit en zwart. Komt hier niet nog eens aan. Voor blauw en zwart. Ja, daar zitten we weer in het hoekje. Lekker knus, gezellig. Mamadou Fall terugbrengen, nee. Matta nog met een voetje ertussen. De laatste hoekschop van de partij wordt nog erin gezwiept. En het wordt zelfs 5-0. Oh, 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 daar vloog bijna de controller van Quentin. De bolwassing is compleet. Dat zal hem niet vaak overkomen. 5 doelpunten rond de oren. Forfait overwinning van Didista. Ja, die corner in de laatste minuut hebben we al eens gezien bij Didista. Dat wel voor gevaar kan zorgen. Maar dit is toch enorm indrukwekkend. Vorige week gewonnen tegen Zak Bentato. Nu tegen Quentin. Rechtstreekse concurrent ook voor die top 8. Dit is... Didista is bij de pinken en is zeker iemand om in de gaten te houden om in de top 8 te eindigen voor Quentin. Zal het denk ik knokken worden de komende weken en opnieuw de goede vorm te pakken krijgen, want dit was niet goed. Gemakkelijk zal het inderdaad niet worden. Op deze manier gaat hij tegen die top 8 eigenlijk geen punten kunnen pakken, vrees ik. En Didista, ja, die blijft die diepe ballen spannen, maar het lijkt te lonen. Het is ook heel frustrerend en moeilijk om tegen te verdedigen, want je gaat er nu en dan eens naast zitten. En dan weet je dat het echt wel moeilijk wordt. En Didista, als hij dan ook nog eens aan 100% afwerkt. Ja, inderdaad. En zoals we dus al hadden geconcludeerd, Sporting Charleroi wordt voorlopig de nummer 3 in het klassement met 19 punten achter Zulte Waregem en Sint-Truiden. En laat dat net de 2 teams zijn die zometeen tegen elkaar gaan uitkomen. Zairor tegenover Geoffrey Megou. Hou u vast aan de takken van de bomen, want zometeen dus de grote topper van de Proximus E-Pro League na de korte break.